was dat de stationschef de Intercity in Maastricht op het station vasthield, want die was supporter. Ja. En die ging die Intercity-trein bij uitwedstrijden van de MVV, die ging nooit op zondagochtend op tijd weg. Nee, die pakte zo'n 20 minuten te laat vertrok die. En dat accepteerde ook iedereen aan in Maastricht, toch? Ja, maar Willy Brokamp erbij, dat betekende dat je een wedstrijdpremie won. Ja. En ik heb het één keer meegemaakt, dan moesten we, was die weer te laat, moesten we naar Cambuur uit met een paasweekend. En lag zo onderweg, want wij moesten altijd ver. En toen deed hij bij Cambuur in de kleedkamer zijn schoenen, of zijn, zijn tas open. Zei hij, godverdomme, mijn schoenen vergeten. had hij zijn schoenen niet bij zich. Nou, toen moest hij de schoenen van Janus Kolik aan, die was reserve. Dat had hij de warming-up gedaan. En zei hij, ja, kan niet op schoenen van een ander voetballer, dat doe ik niet. Nee, is lekker gaan zitten. Ja, daar had je wat aan in die tijd. Heel goed. We gaan naar de kantineheld van vandaag, die wordt voorgesteld.